Moet Schotland een onafhankelijk land worden? Die vraag krijgen de Schotten aanstaande donderdag voorgelegd in een referendum. En daar zou zomaar eens een ja uit kunnen komen. Dit is de grote aanjager van dat referendum, Alex Salmond. Na een grote verkiezingsoverwinning in 2011 wist zijn Scottish National Party bij de regering van de Britse premier Cameron een referendum af te dwingen. Maar niemand hield er serieus rekening mee dat dat ook tot een afscheiding van Schotland zou leiden. Tot vorige week, want in de peilingen lijkt het nu een nek-aan-nek-race te worden. Wat zijn de gevolgen van een onafhankelijk Schotland? Wat zijn de gevolgen voor Schotland en voor de Britse economie en voor de rest van Europa? Daarover praten we in deze Kijker aan Z. Dat doen we aan de hand van uw vragen. En onze gast van vandaag zijn Vanessa Lamsvelt, onze correspondent in Londen. Vanessa, welkom. En hier in de studio Jacob Schoenmaker, econoom en specialist, kunnen we wel zeggen, op het gebied van muntunies. Je hebt er zelfs nog een scriptie over geschreven in een ver verleden. We hebben veel vragen binnengekregen. Daar gaan we zo naartoe. Eerst Vanessa, donderdag moet er dus gestemd worden. Hoe spannend gaat het worden? Ja, ongelooflijk spannend. Een paar weken geleden had het nee-kamp, dus de mensen die tegen zijn, een comfortabele voorsprong. Maar je zei het al, het is nu een nek-aan-nek race en de uitslag is totaal onvoorspelbaar. Jacob, die spanning is ook te merken op de financiële markten bijvoorbeeld? Jawel, in allerlei commentaren lees ik vooral dat het pond eronder te lijden heeft. Nou, dat valt hartstikke mee. Je moet eigenlijk vooral kijken naar wat er op continentaal Europa gebeurt en dan vooral op de Spaanse rente. Want dat is natuurlijk het hele. Het is ontzettend spannend voor de rest van Europa. En je ziet die Spaanse rente ook vandaag weer verder omhoog stijgen. Er is ongeveer 30 basispunten zijn erbij gekomen. Dat zijn rentebegrippen heel veel. Dat is normaal zijn staatsobligaties ontzettend saai. Ja. Dus deze beweging, je kunt vergelijken met de AEX, die 10% in elkaar klapt. Okay. En dat is ook precies het verlies wat je op een staatsobligatie in Spanje deze week hebt opgelopen. En dit is de Spaanse, want de angst is blijkbaar dat het overslaat, begrijp ik. Puur het referendum van Schotland, wat tot die beweging leidt. Ja. Oké, daar gaan we het straks verder over hebben. We hebben vragen binnengekregen, onder meer van Jack Joustra, die zegt: hoe beslissend is dit referendum? Zijn de partijen aan de uitkomst van het referendum gebonden? Vanessa, moeten ze hier wat mee met de uitkomst? Ja, absoluut. Het is helemaal bindend. En zelfs als het dus 50,1% wordt voor het ja of het nee-kamp, dan heeft die partij gewonnen. En in tegenstelling tot in 1979, toen was er ook een referendum over meer zelfbestuur. En toen was er een minimale opkomst vereist. Nou, die eis is er nu ook niet. Moet ik wel bij zeggen, als er een eis zou zijn, zouden ze het makkelijk halen. Want ze gaan nu uit van een opkomst boven de 80%. Het leeft dus blijkbaar enorm daar. En de uitkomst is bindend. Ja, grote vraag is natuurlijk wat dit allemaal voor de economie gaat betekenen. De economieën van Schotland en Engeland, zo luidt de vraag van de kijker, zijn nauw met elkaar verweven. Kunnen die wel zonder elkaar, Jacob? Ja, dat kan wel. Ze zijn ook wel gelijkwaardig aan elkaar. Dat is natuurlijk eigenlijk nog veel relevanter. Het is niet zoals bijvoorbeeld Griekenland in de EMU, dat iedereen Griekenland ondersteunt. Nee, dit is echt het zijn echt gelijkwaardig. Oké, per saldo gaat er belastinggeld vanuit Londen netto naar Schotland. Maar er staan enorme gas- en oliereserves tegenover. Dus Schotland is in mijn optiek gewoon een gelijkwaardig onderdeel van het Koninkrijk. En er is vanuit economisch opzicht dus geen enkele aanleiding om uit het VK te stappen voor Schotland. Maar je zou kunnen zeggen, als ze gelijkwaardig zijn, kunnen ze ook prima op eigen benen staan. Ja, ze kunnen ook. Ja. Schotland is zeker sterk genoeg om op eigen benen te staan. Oké, Vanessa, hoe verweven zijn die beide economieën? Nou ja, de Schotten bijvoorbeeld, die exporteren, 2/3 van hun export gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Dus die zijn ongelooflijk verbonden met Engeland en andersom ook. Maar ja, het ja-kamp, dus de mensen die voor onafhankelijkheid zijn, die zeggen van, nou, wij hebben inderdaad, zoals Jacob ook al zei, genoeg olie en whisky om onszelf te bedruipen. Maar de Engelsen die zeggen, nee hoor, dit wordt een totale ramp. En Paul Krugman, de econoom en Nobelprijswinnaar, die zei ook van, als Schotland hiermee doorgaat, dan wordt het een Spanje zonder zon. Ja, het is wel zo, je zegt het al, de Engelsen halen vooral het economische argument aan, hè, om Schotland er vooral toch bij te houden. Hebben ze zich daar misschien ook een beetje in misrekend? Leidt dat misschien ook een beetje tot kwaad bloed bij de Schotten? Oh, absoluut. Ja, de Engelsen hebben zich volledig op dat economische argument gefocust. En daardoor ook best wel een hele, in ieder geval in de ogen van de Schotten, een hele negatieve campagne gevoerd. Alleen maar bangmakerij, zoals de Schotten het zeggen. Dus dat speelt ze nu wel parten. Ja, bangmakerij. Ik hoor ook allerlei verhalen dat financiële instellingen zouden gaan verhuizen van Edinburgh naar Londen. Dat is ook inderdaad een argument dat Vanessa veel gebruikt wordt. Ja, gisteren kwamen RBS en Lloyds daarmee. En dat zou ook onder druk van Downing Street gebeuren. Ja, dat zijn hele concrete voorbeelden voor de Schotten. Wat het zou betekenen als ze onafhankelijk worden. Het is dus niet een zomaar bangmakerij, zeggen ze hier in Engeland. Ze gaan echt verhuizen. Alleen ja, de Schotten die zeggen, dat zullen we dan nog wel eens zien. En het is nu gewoon pure chantage. Nou, is dat pure chantage, Jacob, dat die partijen verhuizen hun hoofdkantoor van Edinburgh naar Londen? Het is in ieder geval bangmakerij. Het is wel bangmakerij. Het is ook gewoon bluff. En je kunt echt vergelijken met ING. Die zegt van we gaan verhuizen als de bonussen gelimiteerd worden. Okay. En bovendien is het hebben van een bank ook niet helemaal een zegen. Zeker deze twee banken moeten zich heel erg gedijst houden. Want die zijn met belastinggeld enorm gered. Ja. Dus het is inderdaad gewoon onderdeel van de demagogie. En dat is ook hetgene waar ik me echt wel over opwind. Die dit soort partijen gebruiken om de boel bij elkaar te komen. Ja, aan de andere kant, Egon is geen partij die belang heeft bij demagogie, maar zegt wel, we bereiden ons voor op een eventueel onafhankelijk worden van Schotland. Klopt. Ja, nou ja, er is voor de bedrijven en vanuit de economie is er geen reden om eruit te stappen. Vandaar dat ze er ook helemaal niet op zitten te wachten. En vandaar dat ze heel graag het nee-kamp met dit soort oneigenlijke argumenten helpen. Maar reken maar, als het echt gebeurt, dan blijven ze gewoon in Schotland zitten. Bovendien geven ze er ook gelijktijdig aan. Oké, het hoofdkantoor gaat weg, maar er blijven banen op inbreken. Oké. Vanessa? De Schotten zeggen niet van oké, prima als RBS verdwijnt naar Londen of prima als Lloyds gaat. Zij zeggen het is bangmakerij, maar ze zeggen niet het is geen probleem als die banken verdwijnen. Want vergis je niet, als RBS uit Edinburgh zou verdwijnen, dat is een gigantische, bijna belediging voor de Schotse identiteit en nationaliteit. Ja, maar de RBS... Schotten zeggen alleen, wij geloven het niet. Nee, maar de RBS geeft het bij zelf aan van die 11.000 banen die in Schotland zitten. Mm-hmm. Overigens, heel veel banen zitten buiten Schotland van RBS. Ja. Blijven er zeker 7.000 in Schotland behouden. Je kunt je voorstellen dat in ieder geval qua imago, het is de Royal Bank of Scotland, dus niet de Royal Bank of England waar we het hier over hebben. Dus die moeten daar dan toch wel in Schotland blijven zitten. Vraag die binnen is gekomen van Jorinde Jansen, die wil weten, de Schotten kiezen dan mogelijk voor onafhankelijkheid. Wat vinden de Engelsen daar eigenlijk van? Vanessa? Verschrikkelijk. Nee, ze vinden het echt verschrikkelijk. En ze hadden dit ook totaal niet aanzien komen. En je moet je ook voorstellen, het debat in Schotland leeft al maanden. Maar hier in Engeland is er eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. En een Brit die ik laatst sprak, die zei van ja, ik kan me echt niet voorstellen dat ze dit doen. Maar als ze dit doen, als ze echt onafhankelijk worden, ja, dan voel ik me als Engelsman eigenlijk alsof een geliefde een relatie uitmaakt die we al jarenlang hebben met een sms. Dus nee, hij zegt, ik zou het verschrikkelijk vinden. En je merkt dat hier ook. En ik denk ook echt, de Engelsen zullen woedend zijn als ze hiermee doorgaan. Want hoe is de verhouding tussen die twee dan? Is dat, ja, je kunt zien een soort Nederland-Duitsland of zo? Toch een soort haat-liefde verhouding? Nou ja, je hebt inderdaad ook natuurlijk met sport, wat veel gezegd is, dat als ze winnen, dan zijn ze het Verenigd Koninkrijk. En als er verloren wordt, dan hebben we het over de Engelsen en de Schotten. Maar historisch gezien hebben ze niet echt een hele warme band. Toen de Unie gevormd werd in 1707, toen was het echt haat en nijd. Maar al snel was die Unie heel succesvol. En was dat eigenlijk heel oké. Eigenlijk is het in de jaren 80 veranderd, toen Thatcher aan de macht was. En zij alle industrieën in Schotland onderuit heeft gehaald. En sindsdien is er heel veel spanning tussen Edinburgh en Londen. Ja. Interessant natuurlijk, stel dat dit door zou gaan. En Geertje van Keulen wilde over weten, wat gaat er met de munt gebeuren? Het Britse pond als de Schotten onafhankelijk worden. Jacob? Dat het is open. En er is een white paper. Dus onze vriend Alex heeft 760 kantjes geschreven met hoe die het eruit gaat zien. En dan zegt hij heel mooi, heel duidelijk, nou dat is dan vervolgens aan de onderhandeling, gaan we onderhandelen en dan moet de kiezer mag daarover bepalen. Ja, ja. Dus of we uit de NATO stappen of lid worden of uit de EU stappen, dat gaan we dan allemaal stuk voor stuk aan de kiezer. Maar wat de Schotten betreft, blijven ze gewoon het pond sterling. Oké, dan zou ook de euro kunnen nemen bijvoorbeeld. Ja, ze zouden lid kunnen worden. Nou, dat... Maar dat willen ze niet. Maar dat zou kunnen. Je begint erbij te lachen, Vanessa. Dat is uitgesloten. Nou, dat wil geen enkele niemand aan de kant. Nee. Nee hoor, absoluut niet. Ik kan me voorstellen dat ze het Britse pond meer haten dan de euro bijvoorbeeld. Maar dat is in ieder geval. Nee, absoluut niet. Nee hoor. En initieel was namelijk ook het plan van Salmond om de euro aan te nemen als Schotland onafhankelijk zou worden. Maar nee, dat is nu helemaal van tafel. Er zijn nu eigenlijk twee serieuze opties. Of dat ze echt een monetaire unie vormen met de Engelsen en de pond dus houden. Alleen de Engelsen zeggen daarvan, no way, dat gaan we echt niet doen. En een andere optie die nu op tafel ligt is dat ze de pond blijven houden. Maar dan zonder officieel toestemming hebben van de Engelsen. Zoals bijvoorbeeld in Panama, dat ze daar de dollar gebruiken. Ja. Jacob, kun je eigenlijk zomaar uit de muntunie stappen? Gaat het zomaar? Ja, en dat is dus ook een van de dingen die vooral de eurofielen gebruikt hebben om Armageddon dan te voorspellen. Maar dat is in het verleden. Muntunies komen en gaan. Er zijn er zo 45 sinds de Tweede Wereldoorlog. Er werd al bij gezegd, you cannot unscramble scrambled eggs. Ja, dat is precies hetgene. Het is natuurlijk een prachtige metafoor met die eieren. Van 3 eieren kun je een omelet maken. Salm heeft hem verzonnen. Ja. Ik was er toen namens Amsterdam. En daar kun je dan weer niet individueel 3 losse eieren van maken. Dat is een prachtige metafoor, maar hij klopt van geen kant. Maar niemand weet bijvoorbeeld dat in 1992 Tsjechië en Slowakije probleemloos uit de muntunie zijn gestapt. En dat is ook de reden waarom dit zo interessant is. Want stel voor dat Schotland ja zegt en ze stappen uit die muntunie, dan hebben alle eurofielen ineens totaal geen wind meer in de zeilen. Want dan kun je aantonen van kijk eens, dat kan wel. Ja, precies. De vraag daarover is binnengekomen van Jos Spijkstra. Die zegt, dat haakt aan bij wat jij zegt, Jacob. Is het groot gevaar niet dat als Schotland zich onafhankelijk verklaart, andere geknechte landen, zoals je het noemt, als Catalonië, Baskeland, Vlaanderen en Noord-Italië gaan volgen? Nou, juist. En dat is... Of misschien Griekenland. Nou, gisterochtend wees ik hierop en ik kwam s'avonds met Seppen, zag ik al die protesterende Catalanen. En die hadden allemaal een V-teken van fout. En misschien kunnen we dat ook even zien. Dan zie je gewoon hoe dat leeft daar. En er staat ook een verdwaalde Ierse vlag tussen. Schotse vlag, excuus. Schotse vlag. De Ieren hebben er ook wel wat mee, hoor. De volgende zijn wellicht de Ieren. Maar het is dus inderdaad juist is dit een voorbeeld. Daarom is het zo relevant voor de rest van Europa. En je kunt denken inderdaad aan Noord-Italië. Nou, eigenlijk deze kijkersvraag noemt ze al op. En dit wordt aangegrepen voor inderdaad in dit geval de Catalanen, om te zeggen van wij willen ook stemmen. Alleen het punt is natuurlijk wel dat we die muntunie gemaakt hebben met het idee dat we er allemaal economisch profijt van hebben. Hier zie je die beelden van die demonstratie in Catalonië, waarvoor onafhankelijkheid van Catalonië wordt gepleit. Het idee is natuurlijk achter zo'n muntunie, van daar hebben we allemaal economisch profijt van. De vraag is, als je die muntunie weer opheft, dat zijn dan de economische kosten. Is dat te becijferen, Jacob? Ja, dat is wel. Je kunt het denk ik vergelijken met het implementeren van de euro. En die kosten die werden onderschat. Mm-hmm. En zeker de inflatiesprong, want iedereen grijpt er toch aan om even zijn tarief opwaarts bij te stellen. Dus daar zijn natuurlijk kosten. Die zijn inderdaad eenmalig, maar er zijn absoluut significante kosten. En in het geval van Schotland is het nog ingewikkelder, want je stapt ook nog een keer uit een land. Dus met allerlei contracten. Maar ja, dat zijn eenmalige kosten. Dat zijn inderdaad, ik denk dat je het dan over misschien wel 3% van het BBP hebt. Ja, Vanessa, als Schotland eruit stapt, is dat de voorbode van het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk? Gaan er meer uitstappen? Nou ja, je ziet wel al onrust in Noord-Ierland. En ik ga morgen naar Edinburgh. Daar is een demonstratie van de Oranje Orde. Dat zijn de protestanten uit Ierland. Die willen absoluut die gaan ervoor pleiten dat de Unie bij elkaar blijft. Want die zijn als de dood dat de Republikeinen in Noord-Ierland nu ook zo'n referendum gaan eisen. Nee, dus je ziet absoluut ook hier dat het anderen op ideeën brengt. Oké, laatste vraag die we hebben binnengekregen is natuurlijk een essentiële wat betreft David Cameron. Gaat dit David Cameron zijn kop kosten? Stel dat er een ja uitkomt, dat de Schotten onafhankelijk worden. Wat betekent dat voor de positie van Cameron, Vanessa? Nou, dat is niet zo best. Nee, Cameron heeft echt een groot probleem. En ja, het laatste wat hij natuurlijk wil is de geschiedenisboekjes ingaan als de premier die onder zijn macht die de Unie heeft opgeblazen. En het probleem wat Cameron ook heeft is dat binnen zijn partij, binnen de conservatieven, heeft hij ongelooflijk veel vijanden. Er zijn heel veel eurosceptische Tories die niets van Cameron moeten hebben. Die vinden hem veel te soft. Dus reken maar dat als Schotland kiest voor onafhankelijkheid, dat ze er alles aan zullen doen om hem een pootje te halen. Jacob, wat hoop jij dat het gaat worden? Als econoom hoop ik dat er een nee uitkomt. Dat is het is misschien vergelijkbaar met een weerman. Je hoopt stiekem toch ook op die storm, want dat is wel heel interessant. Ja. En je kunt er heel veel van leren. En zeker vanuit ons, vanuit de euro, dan kun je er heel veel van leren. Maar in ieder geval de Schotten krijgen tenminste de kans om te stemmen. Wij zijn toch die euro ingerommeld met allemaal valse beloftes die vervolgens zijn gebroken. Engeland is tenminste een optimaal valutegebied. Dus het is heel interessant om te kijken wat er gaat gebeuren. En reken maar dat als ze ja stemmen, Ja, dat dan voor de rest van Europa ook. Waarschijnlijk gaat Engeland dan ook uit de EU stappen. Want dan hebben ineens de conservatieven de meerderheid in Londen. Dus dat heeft allemaal domino-stenen die gaan vallen. Dus het is waanzinnig relevant, ook voor de financiële markten, wat er volgende week donderdag uit gaat komen. Wij gaan het volgen. Dankjewel. Jacob Schoenmaker hier in de studio. Vanessa Lamsvelt in onze studio in Londen. Vanessa, dankjewel. Donderdag dus dat referendum in Schotland. Wij volgen dat op de voet hier op RTL Z. Dank voor het kijken. Fijne dag nog.